Regenboog Sylvesterloop. We gaan het zien, we gaan het meemaken. 1729 zie ik daar de overkant staan met de regenboog. Kom er wat naar voren, zegt hij. Kom er wat naar voren. Oh, oh, ja, ja, dan moet je niet te hard zijn. Hè. Dan loopt hij weg. Nou, dan zijn we ondertussen weer zover, dames en heren, in het nieuwe jaar. Dat we even terugkijken naar die allerlaatste avond van het oude jaar. De natuurlijk in Elslo de Sylvesterloop weer gelopen hebben. Onder andere deze keer voor de 37ste keer alweer. In 1982 is men ooit begonnen. Het is alweer lang geleden, maar het is zo. Sylvesterloop, de laatste wedstrijd die in Nederland gehouden wordt op atletiek gebied. En in Elslo natuurlijk allang een begrip. Even terugkomende op de kidsrun, 6 tot en met 9 jaar, die werd gewonnen door Ties Stijnen. De jongste van 9 jaar is Ties Stijnen. We hebben de huldiging alweer gehad in deze jongste categorie. Gaan we ons opmaken voor de start van de volgende. Ah, we staan er weer gereed voor, daar gaat hij komen. De Regiobank Kidsruns die mochten zich als vanouds verheugen op een grote deelnemersveld. De uitslagen die kunt u op de website terugvinden, want dat wordt een beetje veel om ze allemaal op een rij te zetten. Al lopen we zo dadelijk wel heel kort het podium door. Die 37e Regiobank Sylvesterloop was in het totaal gezien een aantal aanmeldingen. Nou, een groot succes dus. 539 personen deden mee aan deze mooie editie. Jonge dames, jonge heren. 10 tot 12 jaar, dan loop je 1280 meter. Dat zijn twee rondjes, was voor Jordan Beusen. En van 13 tot en met 16 jaar was een overwinning voor Frank Bishop. En die feliciteren we natuurlijk van harte. Het is de jeugd, die heeft de toekomst. Ze waren erbij en ze zorgden voor veel plezier. En ze hadden veel plezier. En wat ons betreft, op naar de 38e editie volgend jaar. Nou, nee, einde van dit jaar. Er zijn nog maar twee, ze hebben er eentje gelost. En we zien hier met 81 is Dion Eijsen en 42 Daniel Castro. Onder de ring niemand minder dan Ruben van Groenewegen. Daar gaan ze naar de laatste ronde in. Eén voor en tweede plaats is voor Ruben. Yes. En stel voor Misha. Daar gaat de derde plaats binnenkomen. En deze dame moet nog een rondje. Daar is ze. Lisanne Stijnen wordt tweede. En de derde plaats is voor 3.45. En dat is Veerle Haberts. Daar is ze. Dames en heren, we gaan beginnen met de vrouwen. Met de jonge dames tot nog 16 jaar. Op de derde plaats. Daar komt ze. Veerle Haberts. Op de tweede plaats, 279, Lisanne Stijnen. Verenigd zal bij haar in het staartje. En op de eerste plaats, dames en heren, fantastisch gelopen op weer vandaag. Start nummer 380, Femke Schepers. En natuurlijk krijgen we dan weer de felicitaties van de hoogsponsor. Gesten, dan weten we dat ook weer dat het gewaarborgd is in 2020. Jan staat erbij, een applaus de lucht in. Laat je horen hier. Dank jullie zo en vele. Derde plaats, Dion Eijsen. De tweede plaats, Misha Hermans. Het is jammer, maar in feite hoort de huldiging ook bij de wedstrijd. Maar hij heeft zijn bekertje al afgehaald. Is. Hij wil ook de 5 kilometer gaan lopen. Jammer, want dan heb je geen mooie podiumfoto. Maar we zullen hem zeer zeker nog even op aanspreken. De twee mannen, daar staan ze. Helemaal klaar ervoor. Misha en Dion. Mooie beker.